volume. Pump up the volume. Pump up the volume. Welkom bij Rock'n'Roll Radio. Jouw uitzending waar je de hele week op wacht. De man die ongezouten zijn mening geeft. Dit is DJ Madman. DJ Madman. Where the young man sit on a
Goedenavond luisteraars, welkom bij deze speciale uitzending vanavond. Eén van de laatste uitzendingen van Rock en Rollator, moet ik wel heel eerlijk gaan zeggen. Misschien nog volgende week één, maar goed, dat gaan we nog even bekijken. De Amerikaanse band Hanson bestaat uit drie broers, Isaac, Taylor en Zach Hanson. Ze waren al van kinds af aan bezig met music. Hun vader was een manager bij een oliemaatschappij en moest voor zijn werk vaak verhuizen. Hanson heeft daardoor onder meer in Ecuador, Trinidad, Venezuela gewoond. En omdat ze de taal niet spraken, luisterden ze liever niet naar de radio. Ze vroegen hun moeder om bandjes van de rock'n'roll muziek van de jaren 50, 60 te bestellen, die ze op tv in de reclame gezien hadden. Op deze bandjes stonden onder andere artiesten als Johnny Taylor, Chuck Berry, Bob Dylan, Little Richard, Aretha Franklin en The Supremes, The Temptations, Buddy Holly, The Beatles en natuurlijk The Beach Boys en Elvis Presley. De muziek die de Hanson later zou inspireren bij het schrijven van hun eigen werk. Ze traden in 1992 voor het eerst op bij een lokaal muziekfestival, Mayfest in Tulsa, en waar ze op dat moment ook nog woonden. Daar traden ze een half uur op en zongen covers van onder andere de Summertime Blues van Eddie Cochran en Rockin' Robin van Bobby Day. Niet lang daarna werden ze gevraagd om op te treden bij feesten, festivals, attractieparken en sportevenementen. De band werd veel gevraagd om op scholen op te treden. Zelf gingen de heren niet naar school. Nee, ze werden door hun ouders thuis onderwezen. In 1992 begon hun populariteit toe te nemen en kregen ze hun eerste fans. Vanavond dus centraal Hanson. Tweede uur hebben wij Live and Electric, een live optreden van Hanson. Maar het eerste uur, het album, het vierde studioalbum, The Walk. En dat gaat pas op 24 juli uitkomen in Amerika. Het album is al wel uitgebracht in Japan en natuurlijk in Engeland. Voor Nederland is er nog geen datum bekend. Maar je bent vanavond niet voor niks bij Rock and Rollator. Wij draaien het eerste uur gewoon bijna het hele album The Walk van Hanson. En dan gaan we eventjes door naar de nummer 4. Even klikken en dat is Georgia.